Carnaval is achter de rug en de tijd van vasten is begonnen. Traditiegetrouw begint de 40 dagen vaste tijd voor katholieken op Aswoensdag met haringhappen. CDA Nick Bakker doet volgende maand mee met de provinciale statenverkiezing en trapte zijn verkiezingscampagne af op Aswoensdag. Samen met Ilse Bruls, inderdaad de vrouw van, deelde hij haringen uit in de Nijmeegse verzorgingshuizen. Even kijken, wie had er hier verder nog een haringje gewild? Wilt u een uitje bij? Ja, uitje, ja. Zegt u stop? Doe sprenkelen. Ja, sprenkelen. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen om haring rond te brengen in een verzorgingshuis? Nou, eigenlijk is dit niet mijn idee. Dit is eigenlijk het idee van CDA Nijmegen. En zij doen het dus al enkele jaren. En nu in het kader van de verkiezingen willen we eigenlijk ook wat dingen samen doen natuurlijk met de andere regionale afdelingen. En zo zijn wij op het idee gekomen om ook CDA Bergendal hierin te betrekken. Ik hou helemaal niet van haring. Nee, heel eerlijk, nee. Maar lust u nog een haring? U ook? U ook? Nou, hij smaakt heerlijk. Hij komt uit Spakenburg. Gisteren vers gehaald, dus beter kan het niet. Wilt u er uitjes bij? Ja, je moet er echt van houden. Daar spreek ik ook heel veel mensen over nu. Sommige mensen houden ervan, sommige mensen houden er niet van. Ja, dat is wel prachtig eigenlijk, dat je die keuze hebt. Ja. Hoe smaakt de haring? Prima, prima. Echt heel lekker. Ja. Met uitjes erbij? Ja, met uitjes heb ik altijd. Deze is heel lekker, meestal eet ik ze niet. Gaat u ook op het CDA stemmen door deze actie? Ja, ik denk het wel, ja. Nou goed, dus ik heb er niet over nagedacht, maar waarom niet? Ja, we hopen gewoon dat er zoveel mogelijk mensen natuurlijk weer op het CDA gaan stemmen. Maar het is niet zo dat we nu mensen omkopen met een haringje. Het is iets wat we gewoon willen blijven doen. Ja, nu moet ik als verslaggever natuurlijk zelf ook even proeven. Ja, zeker. Kijk, deze hebben we vers gesneden vanochtend. Dankjewel. Hier, kijk eens even, maar goed.